Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme beschouwt de berichten over een mogelijk vertrek van SLM-directeur Paul de Haan als fake news. Al enkele dagen doen op social media geruchten de ronde dat de SLM-directeur zijn functie wil neerleggen omdat de vliegmaatschappij een zooitje zou zijn. De bewindsman zegt dat er goede afspraken met de Haan zijn. Nou, ik zal niet ingaan op fake news hoor, op social media berichten, liever niet. We weten wat we allemaal hebben gepland om dit bedrijf uit de dal te halen. En daar zijn we mee bezig. Daar is er een herstelplan ook voor. Ook door de huidige directeur aangewerkt. Dus laat me het daarbij houden. We moeten even ook in dit land leren om te gaan kijken naar wat is social media, wat pakken we eruit. Voor mij is duidelijk dat ik een goed gesprek gehad. Die meneer heeft een contract dat hij wilt uitdienen. Dat is wat telt. Jubitana zegt dat er verschillende modellen bekeken worden om het bedrijf weer gezond te maken. Vanuit de overheid als grootste aandeelhouder worden ook voorstellen gedaan over welk verdienmodel gehanteerd kan worden. En welk model met betrekking tot het gezond maken van het bedrijf. Het is niet één model dat we hanteren. We kijken naar alle zaken op dit moment die ter beschikking zijn om te zeggen van dit is de richting die we inderdaad met z'n allen gaan kiezen. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme.